Maar die werd voorbereid in een tv-programma geweest die waarin ze wensen in vulling die gaan van verbieden. Nou, dat werd het programma Three Wishes. En ja, zij werd als bijbaantje werd zijn tv-presentatrice. En ze hebben er nog veel meer. Kenny Marks, misschien ook een hele aparte. Die had op een gegeven moment wel een beetje uit.